Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuw video. Vandaag is het zover. Oh. Dit gaat mij niet in dank afgenomen worden, denk ik zo. Nee, nee, nee. Tussen jullie weten zijn er twee mensen die waarschijnlijk de grootste hekel van iedereen aan mij hebben. Het is een hele rare zin. Er zijn twee mensen en die hebben een enorme hekel aan mij, namelijk deze en deze. Er kwam wat zij in het fantastische programma Jonge Miljonair zaten. Daar heb ik natuurlijk een video over gemaakt en dat vonden ze allebei niet heel leuk. Ook niet heel stom, weet ik eigenlijk niet. Maar die ene gast ben ik dus ooit tegengekomen, die vond het niet heel leuk, maar ook niet erg. En Hoyt Boek, die heb ik eigenlijk nooit gesproken. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij geen enorme fan van mij is. Kan ik me voorstellen. Toen heb ik ooit dit interview laten zien met Boyd Hoek en Ole van der Landen. Als je nou serieus naar kijkt. Ik ben uitgenodigd. Ik ben gewoon gedm'd, uitgenodigd op een call. En daarna meerdere malen gevraagd van hey, wil je haar meedoen, et cetera. Om zeg maar mee te doen aan een programma waar ik voor uitgenodigd word door de prestaties die ik heb geleverd in het leven, right? Doordat ik een marketingbureau heb gebouwd van meerdere, like, six figures. Meerdere live six figures. Nou goed, ik kan hier dus oprecht 2,5 uur naar kijken. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik kreeg een paar dingen doorgestuurd voor jullie. Vind ik altijd mooi, vind ik mooi dat mensen zeggen, hey, heb je dit al gezien? Doordat ik een, in combinatie daarmee een seven figure business heb gebouwd, weet je, en like, gewoon goede bedragen heb omgezet en dat soort dingen. Ja, mooi gezegd, maar in ieder geval, het gaat niet om hem deze keer. Het gaat om de gast die, zeg maar, precies hetzelfde eruit ziet. Namelijk, hij. Vandaag gaat het over Lole van de Oande. Is dat ook leuk of is het alleen leuk met Hoyt Boek? Ervan uitgaande dat 90% van alle economisten die proberen de markt... Economisten? Zegt hij nou economisten? Zegt hij nou economisten? Economen, ja, economisten. Het is nooit zeker, maar als iets zo vaak heeft herhaald in tijd, is het vrijwel zeker. Waarschijnlijk gaat er gewoon een recessie aankomen. Okay. En dus in tijden van een recessie moet je dus liquide zijn. Je wil geld achter de hand hebben. Achter de hand. Nou, in ieder geval, wat hij doet is eigenlijk precies hetzelfde als Hoyt Boek. En ik dacht, laten we eens gaan kijken naar wat hij allemaal zegt, doet en ja. Hij heeft allemaal interviews gedaan, zoals je ziet. Eerst met Boyd Hoek, toen nog met Bas Boger. Dit zijn dus allemaal precies dezelfde types waarschijnlijk. Ik ken ze allemaal niet. Floris GDG, Bas Bults, Maurice Weber, Corn Jerkels, Koshua Yates. Nou goed, maar voordat we gaan beginnen deze gast misschien een klein kopje kleiner gaan maken. het is bijna kerst. En met kerst is één ding heel belangrijk, namelijk cadeaus. En een goede cashflow, beelden weggevraagd. Ik heb marketing gedaan, six figure bedrijf. Aan de economisten heb ik toen gevraagd van wat is nou het beste kerstcadeau? En die economisten zeiden, kijk Koen, zeiden de economisten, een kerstcadeau is leuk, maar het gaat er eigenlijk met name om dat het gezond is. Want ongezonde dingen, houd ik niet van, hebben wij geen zin in. En daarom presenteer ik jullie, jullie raden het niet, het is namelijk geen Arab deze keer. Natuurlijk is het wel Arab, een groene kerstfles, dit is toch fantastisch, oh. Met deze Aeroflex drink je water. En je doet er een pot op en met die pot ruikt het naar kut. Nee, het ruikt er niet naar. Ik heb een nieuwe smaak. Ik was dus altijd groot fan van cola. Dit weten jullie. Als jullie mij al lang volgen, weet u echt al dat ik jarenlang cola drink. Maar dan vanuit een Aeroflex. Hebben jullie wat nieuws? Oh. Oh jongens, hebben we wat nieuws. Cherry cola. Jou hoor. Mmm, dat is zo zalig, ja. Hey Ole, als je deze video kijkt, dat denk ik wel. Aangezien, ja, jij bent echt iemand die jezelf... dan ook googelt en zo. Als je dit nou kijkt en als je me even een DM stuurt, dan stuur ik een Aeroflesje jouw kant op. Want ik denk dat jij deze gezonde lifestyle wel kan gebruiken. Ja, je leven is natuurlijk gek, jongen. Vrouwen, cocaïne, alles. Dan geef ik jou als kerstcadeautje een Aeroflesje. En wil je nou ook iemand een kerstcadeau een Aeroflesje geven? Of wil je hem lekker voor jezelf kopen en je denkt, ik heb dit nodig? Check dan het link in de beschrijving. En koop hem. En jank hem onder die boom. Goed, ik zie trouwens dat hij hier een vlog heeft. Dat vind ik mooi. Daar gaan we straks even naar kijken. Maar eerst, hij heeft TikTok en daar plaatst hij zeg maar heel veel dingen op. Ja, laten we maar even gaan kijken. Hele bekende quote. Een hele bekende quote. Waar ik het niet mee eens ben. Waar je het niet mee eens is, oké. If you worry about taxes, you're not making enough money. Oké, hij zegt, als je zorgen maakt over belasting, dan verdien je niet genoeg geld. Maar daar is Ole het niet mee eens. Is hij het absoluut niet mee eens. Mensen komen dan met een flex van, ik heb 5 ton belasting betaald. Of ik heb 7 ton belasting betaald. Ja, zieke flex. Je hebt 5 ton belasting, 7 ton belasting betaald. Het gaat echt goed met het. Er is echt niemand die flexen die 5 of 7... Ik ken helemaal niemand. Nou, zit ik ook niet in dezelfde vriendengroep als Ole, denk ik. Maar misschien is die ene mens, is dat wel Boyd Hoek. Misschien is dat dan wel. Misschien is dat wel de enige die flex met, joh, ik heb 5 ton belasting, 7 ton belasting betaald. Maar dat kan alleen niet, want ik denk dat Boyd Hoek nog nooit in zijn leven 5 ton heeft gezien. Maar goed. Super cool. Maar doordat ik mijn belasting wel... Zie ik de muziek iets harder nog, Ole? Dus als je kijkt naar elk conflict, ruzie, argument, whatever, discussie... Oh. Begint het allemaal met de gedachtegang of de woorden. Ik vind... Ik vind met DT. Oh, ik vind met DT. Ik vind... Ik vind met DT. Nou, dat doe je voor mij al niet meer mee. Dan sta je echt al 2-0 achter. Ik vind met DT. En als je kijkt naar elke oorlog zelf... Het is allemaal begonnen met een mening. Dus hoe minder jij...
Elke oorlog is begonnen met een mening. Okay. Het continu vinden van iets, het continu je mening over iets uitlaten, ja, gaat ervoor zorgen dat jij continu in discussie bent en met mensen aan het clashen bent. Ja. Als jij minder vindt, ga je op jezelf focussen en ga je echt resultaten halen. Mooi gezegd, oké. Dus je moet zeg maar niks vinden en gewoon tegen iedereen ja is goed zeggen. En dan ga je echt resultaten halen. Ik, jongen, laat mij meeschrijven. Trouwens, ik heb ooit zo'n ding gemaakt voor Boyd Hoek met zijn enorm goede adviezen. Ik ga dat nu ook doen. Ik pak mijn boekje er weer bij. Oké. Mening? Kruisen door. Je hebt geen mening. Een mening? Telt dus niet. Geen meningen, anders is het oorlog. Vraag die ik veel kreeg, was dat muziek. Van, hè, oké, hoe ga ik nou echt van 10.000 euro per maand? Oké, dat is leuk, dat bereik... 10.000 euro per maand, dat bereik je vrij snel. Oké. Maar hoe ga ik dan echt naar 1 miljoen per maand? Weet je, wat is nou echt hetgene wat daarvoor ik moet doen? En hij weet dat, maar ik wil het nu ook weten. 1 miljoen per maand verdienen. 1 miljoen... per maand. Je moet het zo zien. Okay. Jij, ik, mijn moeder, mijn vader, Pietje, de bakker, Sonny bij de wasstraat. Die hebben allemaal 24 uur in een dag. En ja, jij... iedereen 24 uur per dag. Ben ik, ik ben het voor het eerst helemaal met je eens. Maar jij gaat niet heel snel in je eentje naar 1 miljoen per maand schalen. Oké. Je gaat niet, nou, dat is ook realistisch, ja. Daarvoor heb je gewoon echt een team nodig. Ja. En correcte systemen. Want je wil altijd systemen boven mensen. Oké. 10 plus correcte systemen. Systemen falen niet, mensen wel. Systemen falen niet, mensen wel. Dit is echt niet waar. Systemen falen ook. Dit is echt boel. Dit is echt absolute boel. Het verschil van 10k per maand of 1 miljoen per maand zit hem vooral in de systemen en het team dat je bouwt. Want jij kan het niet alleen. Oké. Dus mensen, wil jij nou 1 miljoen per maand verdienen? Dat kan. Een team en systemen. Een team en systemen. Waar zit ik naar te kijken? Dus je ziet allemaal van dat soort gasten die dan heel erg opkijken naar een Andrew Tate. Oh, dus ja. Allemaal prima, prima guy, helemaal niks meer. Nee, helemaal niks meer. Jij kijkt op naar Boyd Hoek. Hey, wat ben ik genius, zeg in dit licht. Jezus. Oh, halleluja. Maar die hebben het dan altijd over de Matrix en het escapen van de Matrix. En die, ja, die posten dan de hele dag hun social media daarmee vol. En als je dan vraagt... Het is letterlijk wat hij... Nou, ik ben zo ginger. Escape the Matrix. We gaan verder. Hoe moet ik mijn Matrix escapen? Die rat race waar die mensen dan inzetten. Wat best wel hypocriet is. Want de meeste ondernemers zitten juist in een rat race. Maar gewoon een andere vorm van een rat race. Hè? Alleen maar meer geld willen verdienen. Maar goed, ja, dat terzijde. Dan dat terzijde, oké. Hebben ze geen antwoord op hoe ze daaruit kunnen komen. Nou, kort advies gewoon voor mensen thuis. Is gewoon wat je moet doen. Is werk je 9 tot 5. 9 tot 5. En van je 5 tot 9 werk je aan je side hustle, aan het opstarten van je business. En als je dat gewoon 1, 2 jaar lang doet, kan je gewoon echt een solide business neerzetten. Oké. Ole, wat jij nu zegt is dat er worden geen tips gegeven. Dus ze zeggen allemaal van ga uit, stappen, stop met de red race, dit, dat. Maar er worden geen tips gegeven. Ben ik het wel mee eens. Maar ik moet zeggen dat de tip van 10.000 naar 1 miljoen per maand is 10 plus correcte systemen. Dat is echt een k-tip. Ja, de 10% regel. Klopt. Een regel die wij hebben in ons bedrijf is dat elk jaar moet je minimaal 10% van je employees ontslaan. Minimaal. What the fuck? Met als reden dat als jij continu bezig bent met het verversen, trek je goede nieuwe mensen aan. Plus je houdt andere mensen scherp. Kijk, ten eerste, hoeveel mensen zou deze man in dienst hebben? 3. Hij moet 10% elk jaar ontslaan. Dus 0,3 mensen. Eigenlijk 1. Hij ontslaat 1 van zijn 3 mensen. Per jaar. Lekker vertrouwen ook. Kom hier werken? 1 op de 10 wordt wel ontslagen elk jaar. Kom rustig bij ons werken. En aangezien jij de nieuwe bent en al die anderen nog zitten, is de kans dat jij eruit gaat volgend jaar heel groot. Het houdt de andere mensen scherp als jij erbij komt, maar je bent volgend jaar weer weg. Wat als je 10 goede mensen hebt? Stel, op een gegeven moment heb je 10 goede mensen, want je bent de hele tijd aan het verversen. Maar op een gegeven moment heb je 10 goede mensen. En dan moet er alsnog iemand uit. Je moet er nog iemand ontslaan. Ja, dan wordt het echt lastig. Dan wordt het echt heel lastig. En je wil ervoor zorgen dat je altijd bezig bent met doorrollen. Want als jij continu. Ze zeggen altijd never change a winning team. Nou, dat is. Never change a winning team, dat klopt. Dat nergens. Want als ik nu bijvoorbeeld de Champions League team van 20 jaar geleden die de Champions League won neerzet, ja, en die nu laat spelen, dan winnen die niet meer, toch? Deze gast verkoopt wel als cursus, hè? Maar stel je hebt ooit een cursus van deze gast gekocht, schaam je dan niet, stuur even een DM'tje naar me, dan kunnen we even samen lachen. Oké, ik ga het even kort uitleggen. Hij zegt dus, never change a winning team. Dat is bullshit. Want als je nu het Champions League team opstelt wat 20 jaar geleden de Champions League won, en stel je nu op, en dan winnen ze niet meer. Dan ga je er dus vanuit dat ze de 19 jaren daarna wel allemaal gewonnen hebben. Want het is never change a winning team. Stel, ze hebben 20 jaar geleden gewonnen en 19 jaar geleden wonnen ze al niet meer. Ja, dan verander je het al. Niet 20 jaar... Ik denk dat dit de allerdomste take ooit is. Dit is echt de allerdomste take ooit. Dit is nog veel dommer dan alle dingen die Boyd Hoek zegt. Als het team wat 20 jaar geleden de Champions League wint, een jaar na al niet meer wint, is het geen winning team meer. Dus het klopt. Zeg maar, je laat het spelen omdat ze gewonnen hebben, maar als ze niet meer winnen, dan verander je het. Maar dat...
Wat zijn de reacties? Oh, deze heeft best wel veel reacties ook. Would never change a winning team. Tuurlijk wel. Maar als ze niet meer winnen, zeg je het zelf al. Winnen ze niet meer. Nee. Dan verwerken ze erg tegen zijn bedrijf te werken. Na een jaar geen vast contract, maar 10% zeker dat je weg mag. Vrienden, ben je HAVO afgemaakt? Vertel me dat je geen bedrijf hebt zonder te vertellen dat je geen bedrijf hebt. Nee, precies. Want ze zijn te oud geworden. Hè? Oh mijn god. Het is nog niet eens klaar. Het is nog niet eens klaar. Ik dacht dit was het. Ze raken outdated. En zo is het ook met het hebben van een team in jouw business. Je moet continu blijven evalueren om door te groeien naar het nieuwe niveau. Hij doet zo. Wat overduidelijk roleren betekent. Hij bedoelt overduidelijk roleren en hij zegt evalueren. Evalueren. Dat doe je bij Pokémon. Not your average guru. Ik krijg wel vaker de vraag van wat bedoel je daar precies mee? Ten eerste krijg je niet vaker die vraag. Ten tweede precies met een S. Ja, aan het eind ja. Heel veel ontevreden klanten creëren, niet bezig zijn met echt daadwerkelijk het mensen helpen. Ze hebben niet. Wat is het like, what a meal? Ik wil trouwens jou een tip geven. Kijk, stel je verdient nu 10.000 euro per maand, dat is leuk. Wat? Ja? Ja, maar je wil je 1 miljoen per maand verdienen. Oké. Okay. Wat je moet doen, een team en correct systemen. Wat? Ja, nee, dat. Oh, je bent echt heel koud. Schat, jij had denk ik de vorm uitgezet. Wie staat er aan? Uit. Oh, ja. Wil je hem aan? Ik zet hem aan. Speel maar zo. Nee, maakt niet uit, schat. Hij staat op 15 graden. Ik zet hem wel op 18. Nee, dat is juist te warm. 17,5. Mensen, joh, vroeg of ik de verwarming aan kon zetten, maar... Dat is veel te duur. Ze pakt maar lekker een dekentje. Dat is een idee. 15 graden. Wat is er nou voor trui aan? Boljonairs. De weg naar schaalbare bol business. Boljonairs. Hij verkoopt dus cursussen. Ik weet dus niet of dit van hem is. Ik kan het niet vinden. Ja. Wel. Mede-eigenaar van Boljonairs. Wat hij dus doet is dat hij zegt van nou, op bol kan je dan troep verkopen. En dan krijgen al die mensen producten binnen. Omdat jij troep verkoopt via bol. En uiteindelijk vertrouwt niemand meer bol. Omdat er wordt alleen maar troep verkocht door dit soort gasten. En daardoor gebeurt dit. Groeiparen op bol.com moeten ineens bezuinigen. Wat is er aan de hand? Ze groeien niet meer. Want wie koopt daar nog? Het wordt alleen maar troep verkocht door zelfbenoemde verkoopgastjes. Goed, nu hebben we even genoeg moeilijke tekst allemaal gehad. Tijd om even te kijken naar de Bali-vlog. 6:30. We gaan naar de gym toe en er staat een bak licht op mijn hoofd. Ik heb even lekker met je maatje in bed gelegen. Oh, doodziek. Wil hij nou een box geven en hij een high five? Ja. Hij wil een box geven en hij een hand. Dit is een soort ongemakkelijk wel. Kijk. Oh, ja, toch een hand. Net op tijd. Het ziet er prachtig uit. Wat een prachtige plek. Pas op, zoals je ziet, het kan dus nat zijn. Ja, het zou kunnen. We hebben net zo even gesport. We hebben vandaag een hele dag content. We hebben echt allebei maar 5 uur geslapen. Dus normaal gesproken doe ik dit niet. Vroeg ontbijt. Het is nu echt... Het is 9:15. Vroeg ontbijt. Het is 9:15. Dat is nog laat ontbijt. Dat ben ik nog gek. We gaan echt even stevig ontbijten, want we hebben het nodig. Kleine tip. Zorg dat je eigenlijk niet ontbijt. Waarom? Ja, ik dacht dat hij kon. Want op het moment dat je ontbijt, dan break je de fast. Van breakfast. Je breakt de fast. En je wil eigenlijk zo lang mogelijk vasten. Hè? Dus tot 1 uur of 12 in de middag. Voor betere productiviteit, betere energie. Mensen, ontbijt gewoon. Ontbijt is goed voor je. En het is lekker. Oh. Nou, en ik wilde hem eigenlijk net afsluiten, maar er komt mijn big cheers van Naomi. Thank you so much, Naomi. I love you. I'm sorry. Hij noemt twee mensen hetzelfde, omdat hij waarschijnlijk denkt dat ze op elkaar lijken. Dat is racistisch, Ole. Like in a mon? This is 2,8 miljoen. Ja. 1 miljard, 800. Kijk, hij moet dus leven 180 euro per maand. Nou, en hij zet 1 miljoen om, Ole. Dus geef hem even wat geld dan. Doe dan. Neem de hele tijd te filmen. Geef dan geld. En daar moet hij dus een hele maand van leven. Dat is bizar, ja. Geef geld. Bro, you're the best. Thank you. You're the best. Alright. Bro, you got to speak to each other. You're so fucking funny. Thanks, man. Just keep doing you, man. You're the best. And just smile in the cam. Yeah. Ja, laat nog even de cam, ja. Ja, leuk. Kunnen we weer even gebruiken voor views, ja, leuk. We zijn nu bij de kapper. En gelijk iets grappigs. Vorige keer dat ik er naartoe ging, had ik niet echt gezegd wat ik precies wilde. Maar dat ik dus helemaal verknipt was. En dat is wel grappig om te zien, dat communicatie is eigenlijk alles. Dus, communicatie is alles, jongens. Als je naar de kapper gaat en niet wat je wil, ja, dan krijg je een kapsel. Communicatie is alles. Communicatie is alles. Ik voel me letterlijk een kind. Wat goed. Hey. Ja, echt leuk. What the fuck? Nou, wat een dag zeg. Oké, okay, we zijn hier in de villa en de dag is eigenlijk een beetje... In villa, uiteraard, villa. Maar die gast verdient 180 euro per maand, hè. Maar hij zit wel lekker in een villa. Dit gaat ook...
het einde zijn van de day in the life. Day in the life. Elke dag naar zo'n zwempark lijkt me echt... Maar goed, ben ik, hè? Wat echt super belangrijk is om te beseffen dat wanneer je een einde maakt aan een video, moet je eigenlijk altijd het volgende doen. Sluit iedere video af met een call to action. Beëindig dus niet zomaar de video, maar zeg bijvoorbeeld... 2.1... Dit is letterlijk mijn outro van de video. Ik weet 100% zeker dat dit een outro van mijn video is. Want hij zei dat je niet zomaar de video af moet sluiten. Dat ik de video zomaar afgesloten. 100%. Of ben je al gek? Deze video. Vond je het leuk om zeker een duimpje omhoog? En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik... Dat dacht ik. Dat dacht ik. En nakt het gewoon. Mensen, hopelijk vonden jullie het leuk. Vond je het leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Ole, bedenk het, hè. Een airfles als je me een DM'tje stuurt. Voor onder de kerstboom. Hebben ze een kerstboom in Bali? Geen flauw idee. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zeg een link in de beschrijving voor Arab. En ik zie je bij de volgende video. Doei!